Nou, hij is klaar. Hij staat. Maar goed, we doen het ermee. Kijk nou hoe zielig, joh. Vloggen de 50-plusser. Wij zitten in de auto. Wij gaan onderweg naar de boot. Nog even wat spullen ophalen. Oh, wat een mooie kat loopt hier. Geweldig. We gaan spullen ophalen nog van de boot. Wij moeten even naar de Jisk. Want wij moeten nog steeds een nieuwe spiegel in de gang. En daarna gaan wij naar Celine toe. Want die heeft een kast gekocht. Die moet in elkaar. Dus dat gaan we doen. En op de achterkant hoor je Twarres. Dus dit mag eigenlijk helemaal niet in mijn vlog. Maar goed, we zien wel waar de claim terecht komt. En wij zijn hondloos. Ja, we zijn hondloos. Want Celine is een weekje vrij. En die wou Romke mee. Volgens mij kunnen we daar niet door. Oké. Okay. Er staat hier een tractor de boel te blokkeren. Nou, we zijn op de boot. We zullen nou proberen even van karton een mal te maken voor dat kussen hier waar wij slapen. We hebben daar nu een losse topmatras steeds op. Want die is eigenlijk te groot. We willen dus eigenlijk een matras uit één geheel hebben. Dat staat dan wat netter en dat ligt dan waarschijnlijk ook wat beter. Want ik lig toch vaak nog op die randen. En dan hebben we van karton willen we een mal maken. En dan aftekenen, want dat loopt natuurlijk een beetje rond. Om daar een matras van te laten maken. We zijn bij de Jisk geweest. Die spiegel die was niet op voorraad, die moest ik bestellen. Dus die komt eind oktober. Maar goed, dat is niet erg. Dat heeft geen haast. Oh, denk erom. Je zit bijna in dat mes met je voeten. Geef dat mes anders eventjes, want straks zit je erin. Hey. Nee. Hm? Helemaal weg. Oh. Nou, het begint erop te lijken. Kijk eens hoe mooi die dat doet. Ja. En die kant nog. Onderweg naar Celine nu. Half drie, dus na 3 uur zijn we bij haar. En dan gaan we daar weer bezig. En dan zien we ons hondje weer. Daar zit de lange. We moeten naar buiten staan. Op alle hoeken. En, ja. En wie hebben we hier? Onze Romke. Dag lieve schat. En hier is Remy. Ja, schat. Dubbeltjes. 4 keer. Het begint al een beetje op kast te lijken. Hè? Het lijkt al een beetje op kast. Het lijkt een kapaal. Ja. Ja. Ja, Celine heeft een hele leuke kast gekocht. Terwijl ze 3 katten heeft. Kijk hoe heerlijk dit zo. Hier die nageltjes in. Ja, Celine. En dit is lager, dus hier kunnen ze mooi zo tegenaan staan. Zo. 2 vliegen in 1 klap. Krabpaal en een kast. Dat is een dure krabpaal.
Waar is Noah gebleven? Op de stoel, denk ik. Ja, op de stoel. Oh ja, daar ligt hij in het hoekje. Kijk, zo'n leuk kussentje ik heb gekocht van die Jisk. Hij is ook zacht, hè? Voel je het? Nou, hij is klaar. Hij staat. Ze hebben er al een plantje bovenop. Een kussentje heb ik meegenomen bij de Jisk. Vanmorgen. Jusk. 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 Koffie? Koffie, ja. En een taartje. Oh, lekker. Vandaag zondag. Wij zijn lekker wezen uitslapen vanochtend. Toen zijn wij naar Chris en Moeder gegaan vanmiddag. Daar had ik wel even wat kleren voor besteld. En die moesten even passen. Of het wel of niet past, anders moest het weer terug. En toen hebben we haar later naar Joure gebracht. En intussen is Celine hier weer gekomen. Want die gaat weer schoonmaken. En ze Romke hier gedumpt. Gebracht. Daar zijn we heel blij mee. En wie hebben we hier? Hier is onze Romke weer. Ja, ga je toch weer met Celine mee? Ga weer naar Noah en naar Remy toe. En naar Elton. Ja. Ga je weer bij Celine slapen vannacht? En dan gaat hij straks weer met haar mee. Want ja, ze heeft natuurlijk een weekje vakantie. Dus ze wil ze Romke mee hebben. Dus. Ja, dit was onze zondag. Niet zoveel gedaan. Dus ja, een beetje heen en weer gereden. We hebben... Ja, merk je nou ook, nu je die hond niet meer hebt, dat je... Dan niet zoveel meer buiten komt. Niet zoveel wandelt. Dus eigenlijk niet zo goed. Het is hier koud. Bah. Hoe koud is het hier? 20 graden. Hoe kan dat nou? Ik had hem omhoog geschroefd. Ja, verdorie. 21 moet hij op. Niet 20,5. Ja. Toen ben ik nog even door de wasstraat geweest met mijn auto. Heel vies. Dus dat zijn ook eenmaal van die karweitjes die je dan even doet. En ik ga morgen even de mondkapjes halen. Ik heb een paar mondkapjes besteld bij een vrouwtje hier in het dorp. Die maakt ze zelf, Martine. En ik ga ik morgen ophalen. En ik had wel even in de gauwigheid van een sok eentje geknipt. Met die sok is half versleten, dus dan adem je er nog doorheen. Maar goed, het gaat even om het idee dat je even iets voor hebt. Want sommige winkels is het wel verplicht. Celine is hier en wij gaan eten van Galicius filet. Van Galicius filet, ja, zeg het goed. Patatten uit de airfryer. Italiaanse groenten, roerbak. Lekker simpel, lekker snel, is geen gedoe. We hadden geen zin. En het is gezond. En toch niet al te veel gedoe. Volgens mij heeft hier iemand honger.
Wat is er, Romke? Die honger? Zo even moeten wachten. Het is vandaag Dierendag. En op zich vind ik dat onzin, 4 oktober. Want het hoort elke dag Dierendag te zijn. Dieren horen elke dag met respect en liefde behandeld te worden. Punt. Er hoeft geen dag voor uitgeroepen te worden. Er is gewoon te veel mishandeling en dierenleed in de wereld. Nog steeds. Ik zie soms filmpjes op YouTube. Oh, verschrikkelijk. Ja. Dan heb jij het nog goed. Maar dit lijkt ook heel zielig zo, hè? Eens kijken. Hoe zielig is dit? Ik krijg niet op tijd zijn eten. Hij heeft honger. Kijk nou hoe zielig, joh. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Welkom bij weer een nieuwe dag. Ja, ik kijk even hoe het zit met mijn hoeveelheid wat ik heb van het weekend van het filmen. Ja, of het een weekendvlog wordt of een weekvlog. Ik heb natuurlijk nu 2-3 weekenden achter elkaar er een weekendvlog van gemaakt. En bootseizoen is bijna over. Dus ja, dan heb ik natuurlijk niet zoveel beelden meer in het weekend. Wat ik wou zeggen, ik kom net even bij een vrouwtje bij ons uit het dorp vandaan. Want kijk, mondkapjes zijn natuurlijk sinds afgelopen donderdag verplicht in openbare ruimtes. Dus ik ben even bij een vrouwtje hier in het dorp geweest, die maakte ze. Die had het op Facebook gezet. €3 het stuk. Ik heb er 4 gehaald. 2 voor Chris en 2 voor mij. Dus heel handig. Ik had laatst al eens gedacht, want zij is heel creatief. Ze maakt van alles en dat verkoopt ze dan weer. Ook leuke babyspulletjes, leuke slapjes en knuffeltjes en dat soort dingen. Dus toen had ik al aan haar gedacht, die moet mondkapjes gaan maken. En nou heeft ze dus. En dit zijn dus deze modellen die zo over de neus heen vallen. Ze heeft ook die andere gehad. Dus ik ga ze even proberen. Heel benieuwd. Ja, raar is dat, joh, als je toch nadenkt dat je, vorig jaar rond deze tijd niet dacht aan mondkapjes. Je dacht aan leuke kleren en nou heb je zoiets van, zou dat mondkapje mij wel staan in die kleur? Ik bedoel, waar ben je eigenlijk mee bezig? Als je erover nadenkt, maar ja goed, het moet. Het is even een andere tijd waar we nu in leven natuurlijk. Ja. Dit is de mijne. Keurig in cellofaan verpakt. Hygiënisch. Ga ik maar vanuit. Ach ja, je duwt dit ook in je tas en zet je hem weer op. Het gaat functionaliteit. Ik heb al zoiets van beter iets dan niets. Zo. Dit is hem. Nou. Fris kleurtje, hè? Hier heb ik er 2 van. En dan heb ik voor Chris een donkerblauw en een zwarte. Dus ik ben al benauwd. Maar goed, we doen het ermee. Is het vrijdag. Vrijdag, dat betekent ook het einde van de vlog. Ik heb een hele hoop gedaan. Deze week druk geweest met allemaal dingen die niet in de vlog konden. Dus ik wou de vlog maar afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog. Als je het een leuke vlog vond, abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. En doe dan ook eventjes dat belletje aan. Dan kan je zien wanneer ik weer wat online breng. En dan wens ik iedereen een heel fijn weekend. En graag tot de volgende vlog. Doei doei!